Kijk, in de politiek, maar ook in de samenleving, is heel veel oneenigheid over wat de toekomst van de natuur is. De ontwikkeling die er nu gaande is, is ook de ontwikkeling van nieuwe natuur. En daar is Flevoland echt wel uniek in. Vanuit Staatsbosbeheer in de Oostvestplas is het voor mij alleen belangrijk om te laten zien wat die impact is van de verschillende keuzes. En Flevoland is eigenlijk één grote belofte met een pareltje als de Oostvaardersplassen, waarin wij met elkaar laten zien dat herstel van de natuur en de ontwikkeling van de natuur heel goed mogelijk is op een hele korte termijn. De verkiezingen zijn heel erg belangrijk voor ons, omdat dat ook bepaalt hoeveel aandacht het Nationaal Park de komende 4 jaar weer gaat krijgen. De provincie gaat over een groot deel van natuurbeleid, dus daar kun je uitspreken over die positieve dingen van de natuur. De Oostvaardersplassen zijn bij uitstek een voorbeeld hoe noodzakelijk de politiek ook is in dit debat. Omdat de meningen ook heel erg kunnen verschillen hoe om te gaan met dit gebied. We hebben de professionele benadering van de beheerder en die is heel belangrijk. Die samenwerking is enorm belangrijk en al die verschillende rollen die krijgen ook vorm in de diverse gesprekken die we met elkaar hebben op alle niveaus. Van bestuurders tot boswachters praten we met elkaar om te kijken wat zijn nou die belangen.